Vandaag gaan we een Heinz tomatenketchup saladedressing maken. Wat hebben we daarvoor nodig? Olijfolie, witte wijnazijn, Heinz tomatenketchup, peper en zout, gesneden bieslook, gesneden koriander, een beetje door elkaar. Uiteraard een heerlijke salade en ook mengkom als te mengen. Als eerste beginnen we met olie en azijn te mengen. Vervolgens voegen wij 4 eetlepels Heinz tomatenketchup toe. Die mengen wij door de olie en de azijn. De afgemeten eetlepels vers gehakte kruiden. Klein beetje peper en zout. We smengen het door elkaar heen. Dus laten we even een kwartiertje staan, zodat de ingrediënten een beetje aan elkaar kunnen wennen. En vervolgens gieten wij hem over de salade heen. Eet smakelijk!